niet te checken. Hij knipt het. Dus, hij doet het. Nee, maar of je verder. Je kunt ook mijn handen nog een tijdje. Je kan ook af en toe een keer wisselen dat ik mijn handen film. Of jouw handen. Zeg maar. Ja, dat je hem naar beneden doet en omhoog. Ja, dat ik af en toe even. Ja. Nou ja, laat hem maar gewoon zo. Gaan we beginnen. Ja. Oké. Okay. En dan denk ik dat ik er nog iets rechterop ga staan. Schaar je jezelf ook bij de verwarde mensen waarover gesproken wordt in het nieuws, wat je kan lezen in de krant? Nee, ik heb je net al geantwoord. Dit is waar dit gebeurt, dit fenomeen is echt. Er is geen verwarring. Ik twijfel geen moment aan mezelf. Nee. Ik ben verward geweest. Als je twee jaar lang of drie jaar lang niet slaapt, dan ben je niet meer heel erg fris in je hoofd. Terwijl het is moeilijk om nog objectief te blijven. Maar nu slaap ik weer en blijf hetzelfde verhaal vertellen. Trek je eigen conclusies maar. Je bent twee jaar bij mij over de vloer gekomen, Jos. Wat denk jij van mij? Ik leid al van jouw vragen dat je toch nog wat twijfels hebt. Nee, maar het klopt dat jij zegt van dat ik daar over twijfel. Want ik denk, probeer het nog eens bij de GGZ. Omdat je bent een intelligente man, je bent een vriendelijke man, maar soms gaat die knop in één keer om. Dan gebeuren de gekke dingen. Dus ik zou denken, als jij je meldt bij een instantie. Mm-hmm. En je op een positieve manier goed onder handen wordt genomen, dat een andere wil kan verschijnen. Nou, zie je wel? Zelfs nu loop ik nog tegen ongeloof aan. Van jou, Jos. Staat hij met zijn zaklampje bij mij naar binnen te flitsen. Ik woon in de buurt. Vond me baf, Kees, joh. Als je van de overkant van de straat vanuit zijn eigen huiskamer zie je hier binnen naar binnen toe. Zie je dat? Hoe gestoord ben je dan, hè? Een volwassen man met een zaklampje. Kijk, ik heb er nooit iets misdaan. Kijk, daar staat hij, in zijn tuintje. Met zijn zaklampje. Het is helemaal doorgedraaid, die gast. Als je mij vraagt. Een nieuwe stalker erbij. Dag, daar ben ik weer. Mijn naam is Willem Rijkers. Ik woon in Sertogenbos. Dit is de straat waarin ik woon. Ogenschijnlijk een rustige straat. Maar hier heb ik al jaren te maken met groepstalkers. Ik heb de laatste nachten weer geen ogen dicht gedaan. Er staat ergens elektronische apparatuur opgesteld. Dat is een feit. Dit is mijn benedenbuurman. Kijk,
Bij veel huizen zit alles potdicht. Hé, goedemorgen! Zonder zorgen! Het is niet te bewijzen bij wie de apparatuur staat. Maar veel huizen zit gewoon potdicht. Ik wil het zelf even maken. Ik ga jezelf even filmen. Je ziet er niet uit. En dit is waar ik woon. Ik heb hier een postertje opgehangen. Help tegen groepstalken terreur. Gek. Boom. Met je plannen. Dit is er zo een. Je mag maar niet filmen, hoor. Wel een plan. Ik heb een cameraatje om, ben aan het filmen. Ik ga hier zo naar binnen met de cameraploeg. Oh. Dus moet je hier ook zijn, in C? C, ja. Bouw C? Oké. Okay. Of hebben ze kamer C dus? Oké. Okay. Het is een cameraatje. Ah. Zeg het er maar bij, het is geen pacemaker of zo, maar een cameraatje. Ja. Dan zal iedereen bij mag zitten of zo. Nou, dat niet, maar ik heb wel een cameraploeg erbinnen, dus die filmen wat ik te melden heb. We maken een documentaire over corruptie in de mos. Okay. Ik heb iets tegen mijn woningbouwvereniging, maakt het me moeilijk, dus daar komt dit voor. Meneer is de Rijkerskoffie. Goedemiddag. Ik heb een camera aan. Wilt u dat hij uitgaat? Of... Ik wil dat hij uitgaat. Okay. Ja. Gaat u zitten, op de eerste rij. Ja. Goedemorgen. Welkom, meneer Rijkers. U heeft een dagvaarding gekregen van Zayas. Ja. Sayas vraagt, kort samengevat, de beëindiging van de huur. Sayas wil dat u uit de woning gaat die u van Sayas huurt. Mm-hmm. Sayas wil een verbod op belediging, bedreiging en het maken van filmpjes. En Sayas wil dat u de filmpjes van internet verwijdert. Dat is de vordering die Sayas hier op tafel heeft gelegd. U bent vandaag hier om uw verweer daartegen te formuleren en bij mij neer te leggen. Mm-hmm. Er komt geen inhoudelijke behandeling vandaag. Dat komt in een later stadium. U bent vandaag hier om verweer te voeren. Duidelijk. Dus het woord is aan u. Ga de gang. Zo ziet de tuin van mijn beneden buurman eruit. Een grote vuilnisbelt. Hij praat dus ook met me. Hij spreekt met me. Hij maakt opmerkingen over mijn leven en heeft informatie, persoonlijke informatie. Maar hij laat me constant weten dat hij me volgt, dat hij me stalkt en dat hij dus de mogelijkheid heeft om inbreuk te doen in mijn gedachtegoed, in mijn gedachtewereld. Het is belangrijk, vooral omdat ik ben ervan bewust dat er heel veel straling om ons heen is. Het is zuiver elektronica die gebruikt wordt. Electronic Brain Link.
geweest natuurlijk. Kokos. Evenings for themselves and their families to foster a sense of solidarity. Het zit er weer op voor vandaag. Ja. Nu is het al krisen nog steeds. Dat klopt nog steeds. Dus. In die zin kunnen we geluk hebben. Registreren we het. Het is 2:30 straks. En die persoon die hier onder woont, die heeft net alweer gebonst. Met andere woorden, hij liet mij weten dat hij ook wakker is en dat hij me afluistert. Ja, dat doet hij al jaren zo. Mijn slaapritme is ook helemaal gestoord. Elke nacht wakker. Een paar keer. Met bonzen bedoel ik slaan met deuren. Of hij heeft een stok of een hamertje waarmee hij tegen de muur slaat. En dat resoneert dus door deze woning. Hij heeft een tijdje gebruik gemaakt van de verwarmingsbuizen. Of de waterleidingen die hier door de huizen lopen, door de douches en de toiletten. Zo communiceert hij dan met me. Ja, werkelijk. Onvoorstelbaar. Ja. Net dat beneden even een stomp hoorde op de muur van hem. Zo'n doffe klank. Wat is hij dan, hè? De stalker. Maar ja, na één keer betekent niets natuurlijk. Ik bedoel, voor jullie niet. Voor mij is dat door de jaren heen wel duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Want ik word afgeluisterd door hem, hieronder me. Hij reageert op mijn gedachten, hè? Dus hij weet wat ik denk. Door middel van microchips en satelliettechnologie kunnen ze dat bewerkstelligen tegenwoordig. En dat gebeurt. Voor mij is er geen twijfel. Dus geen twijfel bij mij dat het gebeurt. Dat is de reden waarom ik dit doe. Om daar rugbaarheid aan te geven. En eventueel een oplossing te forceren. Zo, nu ga ik even een boterhammetje eten. Een kopje thee drinken.
Ben jij tegen die buizen aan het slaan, s'avonds? Hey. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ben jij tegen die buizen aan het slaan, buurman? Flik alsjeblieft op. Huh? Spelletje spelen, hè? Huh? Ik heb een bijstandsuitkering, ik kan mijn werk niet meer doen. Het is allemaal kapot gemaakt. Relaties zijn moeilijk te hebben. Omdat ik zo'n extreem leven leid en me ook actief inzet. Als een momentje hoor, er komt iemand. Ik heb hier met groepstalking te maken, met gangstalking, met organized harassment en mind control. Er wordt ons een poging daartoe. Hoe meer ik daarover nadenk, hoe meer ik besef eigenlijk dat ik mijn leven lang eigenlijk al gemonitord word en gemanipuleerd. Dag. Ik heb een overlastmelding. Daar wil ik graag een kopie van en een ontvangstbevestiging. Even kijken. Ik was hier namelijk gisteren ook al. Ja. Het is de 25e overlastmelding al die ik heb ingeleverd. Oké. Ik hoop dat er een keer iets aan gedaan wordt. Ik heb heel veel last van een benedenbuurman, een psychopaat. Kan ik er een kopietje van maken? Graag. En u wil ook een ontvangstbevestiging? Of een stempeltje erop of een krabbeltje. Oké. Mag je een plaats nemen? Kom ik er zo aan. Merci. Dat is zo, dat is zo. Handjes kunnen die paarden zijn we voorbij. Dan ga ik verzoeken u nu het pand te verlaten. Dat mag ik doen, maar ik wil een kopie van mijn klachtenformulier. Meneer Rijkers, dan ga ik u nu rustig uitleggen wat de procedure is om u het pand te laten verlaten. Dat betekent dat als u daarna het pand, omdat ik twee keer heb aangekondigd, dat u het pand moet verlaten, dat u lokaal vredebreuk pleegt. Is dat zo? Er zijn hier diverse collega's aanwezig. Ik beweer dat jullie een spelletje spelen met mij. Nee, meneer Rijkers. Dat beweer ik. Wij zijn bezig met u. Ja, kijk. We proberen een gedragsaanwijzing te laten. Er wordt een documentaire gemaakt over de situatie waarin ik leef. En jullie zijn een heel belangrijke factor in het feit dat ik gederfd woongenot geniet. Ik ga zeg maar, doe je ding maar. Uitleggen. U bent de meneer... Ik ga u direct twee keer voor om het pand te verlaten. Doet u dat niet, Ik ga de eerste keer al weg als ik mijn kopie krijg. Als u het pand niet verlaat, betekent dat de politie gebeld wordt. Ja. Op het moment dat u in het pand aanwezig bent, op het moment dat de politie is, pleegt u lokaal vredewoord. Meneer Rijkers, ik vorder u... Dat is de eerste keer. Ik vorder u het pand te verlaten. Zullen we graag iets van de jaren zetten? Deze twee zijn het. Ik vorder u het pand te verlaten. Dit zijn de boosdoeners hier. Nou, jullie hebben het gezien. Zo gaat Sajas met zijn klantjes om. Ik ben al 22 jaar een goede klant. Dat is nummer 25 ongeveer overlastmelding. Maar... Ik wil toch proberen het een beetje in te perken. Want waar het om gaat is dat Sajas zegt dat u op uiterst vervelende wijze gedraagt tegen medewerkers van Sajas. U filmt ze en maakt ze uit voor satanisch consulent en dat soort dingen. Ja, maar, helpt dat nou in die conflict met uw buurman? Ik ben na 8 jaar terreur, stalking terreur van mijn benedenbuurman, een beetje aan het einde van mijn Latijn gekomen. Ik vind dat ik me nog heel behoorlijk heb gedraagd. Ik heb pen en papier gebruikt, in dit geval toetsenbord en monitor, om mijn omgeving duidelijk te maken dat er iets gebeurt in mijn omgeving met mij, waar ik niet om heb gevraagd. Dit is de korst die ik gisteren van mijn kaas gehaald heb. Kijk, het is korst van deze kaas. Ik ga hem er niet letterlijk even tegenaan hangen, want het is niet hygiënisch. Maar die korst komt van deze kaas.
En hoe weet mijn benedenbuurman dat deze kost van mijn kaas is gehaald? Dat heb ik hem niet verteld. Kijk, dit is de kost die komt van mijn kaas. En 's ochtends ligt hier een stuk kost van mijn kaas. Voor nummer en hier dicht voor de deur. Hoe zou dat komen? Ik weet het wel. Dat doet hij dus al jaren zo. En zo laat hij me weten dat hij mijn gedachten afluistert. Mooie bewijs kan ik bij hem niet leveren. Alhoewel de opnames misschien niet zo mooi zijn omdat mijn sjaal af en toe voor de camera komt. Zo. Kijk. Ja, dit vindt een van mijn belagers dus gewoon ergens op straat of haalt het uit de brievenbus. Ik heb op een gegeven moment een gedachte gehad. Het ging over een paard. Ik heb een tijdje paard gereden. De bedoeling hiervan is om mij te provoceren. Hè? Om onaangenaam gevoel te geven. Dat is één ding. Ik heb ook eens een ander briefje gekregen. Ik kreeg netjes in een envelop. Komt uit een bos. Hè? Een stempel. Dit is een Sedogenbos stempel. En aan het handschrift te zien is het iemand die... Nou ja, ik ben geen grafoloog tenslotte. Maar het is wel iemand die... Die weer nogal instabiel is, zal maar zeggen. En dat is de afzender zijn de moderne duivelaanbidders. En het briefje staat ook een beetje vol met bedreigingen. Je wordt leeggezogen. Je puntje in het verleden. Je hebt in het verleden iets gedaan waardoor ze bij je binnen zijn gekomen. Je hebt met een duivel contact gehad die door jarenlange omgang een zwakke plek bij je heeft gevonden. En zich in jouw lijf heeft genesteld. Nou ja. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, Jos. Hey. Kom binnen. Dank dat je mag komen. Ja. Lekker. Kom binnen, maak het. Doe het thuis bent en ga aan het werk. Pas een plekje, hè? Ja. Waar heel erg mee bezig te zijn, hè? Met opstalking en zo, dreig je huis te verliezen. Ja. Heb je eigenlijk al bijna al het contact met je familie verloren. Ja. Heb je een heel geïsoleerd leven hier in dit vleetje, om zeg maar te zeggen. Dat is waar. Ik kan me voorstellen dat je... Maar vind jij dat ik gek ben? Of ik, het liefst wil ik helemaal niks met je vent te maken hebben. Ik heb nooit om hem gevraagd. Ze hebben hem hier neergezet, joh. Dat is bewust gedaan. Die woningbouwvereniging die is geïnfiltreerd door die, weet je wel. Hij wordt geholpen, hij is gewoon aan deze woning geholpen, joh. En ze hebben hem geholpen, ze houden hem de hand boven het hoofd, bij Zaynas. Om mij kapot te bouwen, zodat hij ze kan gaan. En straks ben je misschien je woning kwijt? Straks ben ik waarschijnlijk, daar wordt op aangestuurd, hè. Ja. En dan? Ja, en dan? Geen idee, joh. Jos de Jager is dit geweest en die staat bij een buurman van hem aan de deur. Dat wil ik even filmen. Dit doe ik om het vol te houden. Bijna dagelijks ga ik wel even de stad uit, de bossen in. Zoek ik de rust op. Maar dat is moeilijk, want er komt overal mensen tegen. Ja, mensen. Ik heb geen vertrouwen meer in mensen. Ik heb een extreem leven. Ik heb met implantaten. Ze kunnen mijn gedachten lezen, door mijn ogen kijken. Dus er is totaal geen privacy. En sterker nog, ik word gemanipuleerd. Dus met niet-dodelijke wapens, maar zogenaamde... directed energy weapons, dus gerichte energiewapens, word ik gemanipuleerd dagelijks. Dus ze schieten stralen door mijn woning, ze geven me schokjes, ze tikken op mijn ramen en mijn kachel, ze maken dus geluidjes. En er is natuurlijk ook die gestoorde benedenbuurman en andere buren die een rol spelen daarbij.
gozer in het groene jekje, dat is de buurjongen. Twee mensen die zijn van Irakese afkomst. Die ken ik al vanaf kind schijnbaar. Die gozer, die buurjongen, die Irakees, die zet dus die mensen tegen mij op. Hij is hier in de straat komen wonen en ja, van begin af aan dat hij dan filmpjes op YouTube zet. Hij beschuldigt mensen aan de overkant dat hij met een camera op hem zit, alleen op hem. En ja, dus wij zijn in heel de buurt schijnbaar tegen hem. Volgens hem zou er hier iemand in de buurt met een elektrische apparatuur zitten die hem s'nachts elektrische schokken toedient. Wij hadden zoiets van, nee, dat klopt niet. Dus ik doe de deur niet meer open, weet je, ik gebruik het luikje. Je voelt je eigen niet veilig met zo'n persoon in de straat. Je weet niet waar hij toe in staat is. Die vrouw, die komt voor het raam staat. Eerder waren ze nog bevriend met me, maar nu hebben ze tegen me gekeerd. Tja. De kinderen hebben het stoepkrijt getekend van de week. Maar wat opvallend is, zat er niet meer. Allemaal driehoekjes met de rode leeftijd. Ik heb net zo een kwaad samenleving. Bovendien zetten ze de buurt tegen me op. Wil je dan maar stoppen? Oké. We verbinden u door met eenheid Oost-Brabant. Een ogenblik geduld, alstublieft. Goedemorgen, ik ben de politie. Wat kan ik voor u doen? Goedemorgen, met Wil Rijkers uit Den Bosch. Ik wil graag een afspraak maken om aangifte te kunnen doen. Oké, waar wilt u aangifte van doen, meneer? Nou, op de eerste plaats tegen mijn benedenbuurman, de stalker. Tegen mijn woningbouwvereniging. En in het algemeen tegen de Nederlandse staat. Ik word dus al jaren gestalkt. Binnenshuis en op straat. En ik meen dat dat in naam van de regering gebeurt. Dus ik wil inderdaad aangifte doen tegen de Nederlandse staat in het algemeen. Ja. Kijk, ik maak er een mooi woord van dadelijk, hoor. Ja. Het is namelijk van alles wat, dus ik moet er even iets van maken. Ik kom vanochtend buiten. Nou, een liefje aan het raam met mijn hamer op. Weer dat ik een grote gek ben, nog een duur. Jos, je wordt gefilmd. Word je weer gefilmd, hè? Heb je briefjes in hangen bij de buren? Nee. Even kijken. Ik zal even mee. Ja. Even mee. De camera loopt, hè? Heb je hier sleutels bij? Ja, heb ik. Je weet van het conflict vorige week. Maar ze hebben het nu weggehaald. Er hing net een briefje, maar ik zal je de film en de foto's laten zien. Wat voor briefje hing er dan? Er hing een briefje. Wil, je bent zielig bezig, grote gek. Dat hing daar op het raam. Dat hing hier, ja. Nee, het is mee. Ik heb er een foto van, dan kun je zo zien. Dat ding hier of zo? Ja, ja, links. Kom, we gaan naar binnen. Hoe is het met je? Ja. Het kan natuurlijk zijn dat je een vervelende onderbuurman heb en een buurman hiernaast die ook niet dat ook geen lievertje is. En nog een paar mensen in de buurt, dat zou kunnen. Hè? Dat is een heel erg een eigen leven gaan leiden in je hoofd. En daardoor ben je dat complot gaan bedenken dat je gestalkt werd. En als je daar dan hulp voor zoekt of daar afstand van neemt, ik heb het kun je weer de wil zijn die je 10 jaar geleden was. Het is de derde keer dat je dezelfde vraag stelt. Ja.
Maar ik probeer... blijf jou hetzelfde antwoord geven. Groepstalking is een bestaand fenomeen. Het is niet door mij bedacht. Het is geen verbeelding of paranoia. Het is een wezenlijk, het is een methode die gebruikt wordt. Dat wordt door de Ku Klux Klan gebruikt. Dat werd door de nazi's gebruikt. Voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. Het wordt door Oostbloklanden gebruikt. Het is een methode van psychopaten die in groepsverband, dus een georganiseerde fenomeen, mensenlevens verwoesten. Door ze jarenlang te achtervolgen. Door ze op hun werkvloer te pesten. Te manipuleren. Documenten vervalst. En waarom moeten ze per se wil uit Den Bosch hebben? Er zijn artsen, er zijn rechters die eraan meedoen. Er zijn mensen in alle bevolkingslagen zijn ze aanwezig. Zelfs kinderen en bejaarden. En waarom moeten ze per se wil uit Den Bosch dan hebben? Dat heb ik je net al verteld. Omdat ik een hoge bewustzijn heb waar ze bang voor zijn. Het is een brief van een advocatenbureau. In opdracht van Zayas, de woningbouwvereniging. Waarin ik word gedreigd met huisuitzetting als ik het YouTube-filmpje niet van internet afhaal. Waarin ik beweer dat Zayas een groepstalking doet en Zayas medewerkers actief zijn als groepstalkers. Dan wel satanisten, fascisten. Zo noem ik ze. Het zijn mijn vijanden. Stel dat je bedrijf psychopaten. En dit soort brieven krijg ik dus al jaren, altijd dreigen met huisuitzetting. Maar niets doen om de situatie hier te verbeteren. Maar het blijft opvallend dat ik zoveel tegenwerking krijg van een woningbouwvereniging waar ik al 22 jaar een woning huur. Netjes mijn huur betaal en mijn andere lasten. Niemand het overlast ben. Waaraan heb ik het verdiend dat ik zo behandeld word? Is dit wat u wilde zeggen? Dit is wat ik wil zeggen. Ik ga erover nadenken. De griffier heeft uw verweer uitgetikt. Ik ga erover nadenken. En er komt een beslissing op 22 december over hoe de zaak verder gaat. Dat is een pand voor twee dagen. Dan kan er niemand uitmaken. Ja. Ik ben niet bang. Als ik uit mijn huis gezet word, dan ga ik improviseren. Dan ga ik iets anders bedenken om mijn vijanden te bestrijden. Ze zijn er niet van me af. Het is 2:30 vannacht. S'nachts. Vannacht. En die stoorde ziel hier onder me, die is alweer aan het kloppen en aan het rondstommelen in zijn woning. En zoals gewoonlijk, hij reageert op mijn gedachten. Dus hij krijgt waarschijnlijk opdrachten hiertoe. Wat jullie misschien op de achtergrond horen is de radio, die heb ik beneden aangezet. Dat is om te voorkomen dat mijn benedenbuurman me afluistert, of in ieder geval om hem te storen. Hè? Het is ook een van mijn verdedigingsmiddelen dat als ik wakker ben, is hij ook wakker. Dus hij is supergehoorig. En dat zal ik in mijn voordeel gebruiken. Dit is hoe ik mezelf in stand hou. Hoe ik het overleef al die jaren, dus actie, reactie.
Het is 6:15 ochtends. Ik ben zojuist wakker gemaakt. Wakker geworden, maar wakker gemaakt. Met klikgeluiden in mijn hoofd. En het zit achter in mijn hoofd. Aan de hersenstam. En dat klikt. Dus. En dan slaap je niet. Of je wordt wakker. Als je al slaapt. Daarop kreeg ik een boodschap van de Didict Pleiadius. En de boodschap was, je kunt je dienstbaar opstellen. Ik zal proberen het cameraatje te laten lopen om te kijken wat er gebeurd is. Goed, ik ben nu te slapen. En wat lijden. Er zijn hier in de buurt mensen die beweren, dat hoor ik indirect, hè, van uit verslagen en van mensen die bij Zaaijos werken bijvoorbeeld. Die beweren dat mensen hier bang zijn voor mij en dat ik een verwarde persoon ben, dat ik in de war ben. En dat is niet waar. Ik ben niet verward, jullie zijn verward. Degenen die hier niet in willen geloven, die zijn verward. En jullie gaan de consequenties ondervinden hiervan. Jullie en je kinderen. Ik woon hier. Ik doe wat ik wil. Ik doe wat ik wil hier. Ja, ik heb al 7 jaar lang last. Ik heb al 7 jaar lang last van die mafkees hier. Het is een stalker. Hij is een stalker. Ik wil dat hij de waarheid zegt. Dit is allemaal Nederlands, hè? Ik wil dat hij de waarheid zegt. Hij liegt. Waar bemoei jij je mee? Dat is tussen ons, trouwens. Ja. Ik heb jou helemaal niks gekregen. Nee, heb je niks te zoeken, joh. Je hebt hier niet eens iets te zoeken. Wat doe je? Wat doe je? Ik sta niks voor je, wat jij zegt. Oh, ik ben aan het filmen, is dat geoorloofd? Sorry. Blijf eerst, stel eerst even het gaan en even de zien. Hij heeft met appels gegooid en is gaan schilderen en tieren razen, wat hij al jaren doet. Zoiets noemen ze stalking. En hij doet dat in groepsverband. Hij haalt er dus mensen bij om het te helpen. Ja. Ik registreer al 7 jaar lang alles wat die man doet. Ik wil dat dit gewoon de waarheid aan het licht komt. Ik heb met een corrupte woningbouwvereniging te maken. En met groepstalking, dus het stalken in groepsverband. Is de wijk geen bekend met dit probleem? Zusjeslot heb ik al aangifte gedaan tegen Zusjeslot vanwege vermeende corruptie en mijnheid. Zusjeslot zegt dat het allemaal aan mij ligt. Maar die ken ik toch als een heel integere collega. Ja, hij is ook 2 jaar lang bij me over de vloer geweest. Hij kwam bij me binnen. Ik vertelde hem mijn lieve leed. Ja. Op een gegeven moment heeft wel staan liegen voor de rechter. Sorry dat ik het zeg. Waar wij nou voor komen, is wat is er nu acuut op dit moment aan de hand. Ja. U bent niet geraakt door die appel. Nee. Wij zien geen schade in die auto. Mm-hmm. En daarmee houdt het voor ons op dit moment aangekeven op. Ja. Het is werkelijk een netwerk actief in deze stad. Van mensen, psychopaten die
bewust werken, bewust aan het vernietigen van andermans levens. Andermans levens. Het zijn niet alleen mijn vijanden, vijanden van de mensheid. Zo, sta op het punt om te vertrekken. Het is vandaag de dag waarop ik voor de rechter moet verschijnen. Jos de Jager, die komt ook met de cameraploeg. Even checken, alles heb. Een tasje met een huispakketje en een map. Relevante zaken die met rechtszaak te maken hebben. Ja, hier is alles in orde, het gas uit. Oké. Zou u de zaak willen doorvragen? Ja. Meneer wordt verdacht van de mishandeling van de ere op 21 oktober 2013 in Den Bosch. De aantasting van de ere en goede naam van Willem-Gavrien op 21 oktober in de periode 21 oktober 2011 tot en met 24 september 2015 door flyers te verspreiden, posters op te hangen en filmpjes op YouTube te plaatsen waarop stond dat Willem-Gavrien een psychopaat, stalker, een satanist en een pedofiel is. Verder verdacht van de aantasting van de eer en goede naam van de heer Mol om 13 oktober 2013 te Schijndel. Door tegen de werkgever van die Mol om te zeggen dat Mol een psychopaat en een groepsstalker is. Verder wordt meneer verdacht van de aantasting van de eer en goede naam van de heer Nis, die op mobiele is in de periode 21 oktober 2011 tot en met 14 september 2016 in Den Bosch. Ook weer door filmpjes te plaatsen op YouTube, waarin Nis corrupt, leugenaar, stalker en psychopaat wordt genoemd. En posters op te hangen met verwijzingen naar die filmpjes en de woorden corrupt en stalkende wijkagent. Voor de rest wordt hij verdacht van de belediging van de periode 1 januari 2015 tot 31 oktober 2016 weer door hem corrupt te noemen en dat tegenover buurtbewoners en collega's van de en een mail met die strekking te verstrekken aan ook collega's van de. Als laatste wordt meneer verdacht van de mishandeling van mevrouw Moordenaars. Hier woont dus een groep stalker. Die met hier in de grijze Renault. Dat zijn er twee. Die zijn met iets bezig, heb ik het vermoeden. Ik denk dat ze met z'n allen samenspannen om mij er weg te krijgen. Die zijn betrokken bij. Ik denk dat dat nog mijn benedenbuurman is opgezet. In ieder geval, de wijkagent is erbij betrokken en andere instanties. Dus het kan overal vandaan komen. Maar zo'n jongen doet er al mee uit naïviteit. Dit is een gezin in de stalker. Nee. Waarom stalk jij mij? Zeg eens. Waarom stalk jij mij? Voor geld of voor drugs? Waar voel je liefde? Is het er nog wel? Wat zegt je geweten? Luister je nog wel? Het huis van burgemeester Romboots. Donder Romboots. Ik ben benieuwd hoe ze gaan reageren. En als ze wel gaan reageren. Er is heel weinig reactie van die man gekomen. Hij stuift alles af op zijn secretaresse. Ik ben hier aangekomen in Lokeren, de wijk Lokeren in Den Bosch. En ik ga jullie
woning laten zien van een groepstalker. Waarom stalk jij mij? Je moet wel bij de rechter komen binnenkort, hè? Hé? Hey? Ben jij een sadist? Stalker? 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 Waarom stalk jij mij? Ben jij een sadist? Je bent een psychopaatje. Je bent een psychopaatje. Dan kijk eens in de camera dan. Je bent een psychopaatje en een stalker. Dat zeg ik hier hardop, waar al die mensen bij zijn. Wat doe jij daar tegen? Gestoorde ziel. Ik kom voor de rechter, jongen. Onthoud het, hè. Dan zien we elkaar weer. Sikko. En hier staat iets op de grond geschreven. Het leven is een volgepiste wasbak. Kun je nog eens teruggaan naar de eerste keer dat je... Want je bent conciërge geweest op een basisschool, hè? Mm-hmm. Toen had je nog werk als conciërge op een basisschool. Ja. En weet je nog de eerste keer dat je dacht... die persoon op straat of op die school misschien wel... Mm-hmm. Die kijkt raar naar mij. Er is iets. De eerste keer dat je dat besef had. Ja, er waren wel kinderen die een beetje raar deden, maar... Was dat het begin? Dat was het eerst. Nou, het viel mij eerder al op. Maar ook op die school gebeurden dingen inderdaad. Er zijn dingen gebeurd. Mensen die uitspraken deden die persoonlijk waren en kwetsend voor me. Die hun kinderen tegen me opzetten. Ik bedoel, meneer Wilsus en zo, weet je, als die kinderen gaan raar naar je kijken op een gegeven moment. En toen kwam de tandarts erbij. De huisarts. De tandarts heeft me mishandeld. Mijn huisarts die deed raar tegen me. En toen kwam de buurt erbij. Niet meer helpen. En toen kwam de buurt erbij. Ja. En dan werd het steeds groter en groter. Ja. En ik weet nog steeds niet waarom. Nooit op het punt gedacht toen van... En nu gaat er iets stuk in mijn hoofd. En nu ga ik hulp zoeken. Ik ben naar het GGZ gegaan. Ik ben bij het GGZ geweest met mijn problemen. Dat was in die periode. En wat zeiden ze? Nou, die zijn me gaan manipuleren, die zijn me gaan intimideren. Die konden mij niet helpen. Die konden niet wezenlijk iets voor mij doen. En toen ben je gaan verschansen eigenlijk in je eigen woning. En ben je de boel in de gaten gaan houden. Zowel met opnameapparatuur als gewoon met je ogen. Toen ben ik gaan registreren wat er gebeurt in mijn leven. Ja. En waar kwam je toen achter toen je aan het filmen was? In de straat en in de buurt? Ik was er al achter dat ik met groepstalking te maken had. Dat stond ook bij mijn filmpjes. Gangstalking, groepstalking, dat waren de zoekwoorden, weet je. Dat wil ik even laten zien. Ik heb mezelf met sporten geblesseerd. Zien jullie? Ik doe aan Krav Maga tegenwoordig. Enkele maanden al. Maar soms word je wel flink geraakt. Met een schop, weet je. En dan ga ik jullie nu laten zien hoe mijn benedenbuurman daar gebeurt. Wat heeft die... Door middel van elektronica uit me gepeuterd. Ik ga nu even naar buiten om te laten zien hoe hij dat reageerde vanochtend. Het is sadistisch. Wat ik jullie wil laten zien, eens kijken. Kijk, het gaat over dat petje wat er ligt. Ik heb namelijk een tijdje terug zo'n petje gekocht. Hij kleedt zich tegenwoordig ook zoals ik dat doe. Hè? Hij kopieert me. Wat ik nog wil zeggen is, hij weet dat ik dit film. En hij blijft het doen. Hij blijft gewoon doorgaan. Dus ik vermoed dat hij dus opdracht krijgt dit te doen. Kijk, daar ligt dat petje weer.
met de bedoeling jullie bang te maken. Zal degene die dit ziet, dient dus, zoals ik het interpreteer, geïntimideerd raken hierdoor. Het is gewoon, wordt zij zuidelijker. Goed, komen we weer bij u aan het eind van de zitting. De verdachte heeft het recht op het laatste woord. Wat wil u nog als laatste? Ja, wat ik nog wil zeggen is, ik heb hier een lijst van 5 A4'tjes met een klachtenoverzicht. Al die klachten zijn dus bij Zaaijals ingediend. Ik heb processen verbaal gedaan bij de politie. Ik heb klachten ingediend bij de politie, ook over de wijkagent. En over mijn benedenbuurman en zijn handlangers. Ik heb ook geprobeerd te praten met deze ouders van deze man. Maar ze zijn meteen begonnen met schelden. Die man die daar zit heeft me drie lettergrepen woorden genoemd. Gewoon zonder aanleiding. Gewoon, hij zat bij mijn buurman binnen. Ik kwam langs van mijn boodschapjes en hij begint te schelden. Nou ja, toen ben ik nog een keer naar... Dat is de waarheid. Toen, zo zijn jullie. Jullie zijn ordinaire mensen. Ja. Nee, als dit gaat gebeuren, ja, dan gaat u alle twee... Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar meneer iedereen reageert. Blijft nu rustig. Ik reageer ook. U gaat nu over allerlei andere mensen die er niet zijn, nee, of misschien wel zijn, maar niks kunnen zeggen. Gaat u allerlei dingen zeggen? Nee. Het laatste woord is echt bedoeld om een aantal punten nog naar voren te brengen, nee, die u graag naar voren wilde brengen. We hebben uitgebreid, ja, bij de feiten. Dat is het eigenlijk. Dus als dit het is, dan verzoek u daarmee af te sluiten. Ja? Is dat wat u nog wilde zeggen? Dat is wat ik wilde zeggen. Goed, dan sluit ik het onderzoek in deze zaak. Zo, ik wil nog van de gelegenheid gebruik maken om op deze manier jullie te waarschuwen, alle mensen die dit zien. Als je het niet gelooft, zoek het maar op. Of wacht gewoon af tot het jezelf overkomt. En dat vooral die mensen die niet geloven willen, wacht maar tot je zelf aan de beurt bent. En dan is het erop of eronder. Ben je moe na al die jaren? Ja, ik ben zeker moe. Nu ben ik een beetje verkouden op het moment, maar ik ben geestelijk erg moe van deze situatie. Ik heb aan de hand van die filmpjes proberen te bewijzen dat hier iets aan de hand is. Jij mag ermee doen wat jij wil. Ik heb geen controle over jouw documentaire of over hoe je het gaat monteren. En hoe je me gaat presenteren aan die grote groep Nederlanders. Nou, je weet hoe we het gaan neerzetten. Het ene deel van de mensen denkt, je moet geholpen worden. Je denkt zelf van niet. Ja. En je laat zien waarom niet. Ja. That's it. Knip het. Dan is je op, is het het einde van de... De buurt leeft hier al jaren met hem zo. Totdat de bom er een keer was, maar wanneer? Uiteindelijk knapt hij. En of hij doet zichzelf iets aan, of hij doet iemand anders iets aan, maar uiteindelijk knapt hij. Ten Bos. Er is een vonnis uitgesproken waarin wordt bepaald dat ik een taakstraf van 120 werkuren te doen heb. Dat is nu een half jaar geleden en ik heb niks van reclassering niks meer gehoord, van het parket niet, van het Openbaar Ministerie niet. Bij het CEIB is niks bekend van deze zaak, dus het lijkt erop dat hij vanuit het Openbaar Ministerie niet aangedragen is aan het CEIB. Maar dat is gunstig, dus het is gewoon kwijtgescholden. Nou, dat durf ik niet te zeggen. Hmm. U heeft uw best gedaan, bedankt ervoor. Graag gedaan. Oké, goeiedag. Fijne dag.
Meer weten? Op tweedok.nl vindt u meer dan 1000 documentaires, interviews en tips.